Samantha, ik heb gehoord dat jij aan het rodelen bent geweest. Ja, dat klopt. Ik kom net van de baan af. Het was hartstikke gezellig. Je wil mijn broek aan de onderkant niet zien. Die zit echt helemaal onder de smurrie en weet ik wat ik allemaal ben tegengekomen. Maar het was super gezellig. We zijn dus met een hele groep gegaan en Leslie Williams was mee. Die kennen jullie ook allemaal. We hebben het hartstikke gezellig gehad. Wil je onze kijkers even je nagels laten zien? En even vertellen hoe je dat doet en hoeveel werk je daarmee hebt? Jij hebt heel goed opgelet. Nou ja, dit zijn mijn nagels. Dus ik laat dat elke maand moet dat een keer gedaan worden. En dan zit je 2 uur. Ben je 2 uur mee zoet. Maar het hoort erbij. Over zoet gesproken. Mier Zoete Verleiding. Erg goede plaat. Goed ezelsbruggetje. Ja, nou ja, hij gaat goed inderdaad nog steeds. En hij wordt goed gedraaid gelukkig. Maar het is ook in de zaal doet hij ook onwijs leuk. De mensen die doen mee en die gaan gelijk dansen. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Dus wat dat betreft is die top. Ja. Maar ik wil toch ietsjes meer naar het volks toe. En omdat ik ook echt wat volkser ben, vind ik zelf. Het is een beetje zomers en een beetje allemaal Michel Telo, zeg maar, dat hoekje. En dat is nu toch alweer een beetje aan het verwateren natuurlijk. Dus we gaan weer ietsjes volkser. Wat meer accordeon. Nou, je kent het wel. Het is koud dit jaar. Het is echt een stuk kouder. Vorig jaar, weet ik nog, zaten we hier met 22 graden. Toen was ik blij dat ik wat hemdjes bij me had. Toen kon ik lekker 's middags op mijn balkon zitten. Maar ik ben nu blij dat ik een paar thermoshirtjes bij me heb. En een paar goede schoenen. Nou ja, ik ga morgen nog even heel voorzichtig proberen te skiën. Vanavond natuurlijk eerst zingen in de tent. Dat is het allerbelangrijkste. Dus straks gaat haar weer in de krul. Dan is het belabberde kapsel weg. Van het rodelen. Dus we gaan straks haar inzetten. En dan vanavond zingen natuurlijk. En morgen een stukje skiën. En dan gaan we waarschijnlijk nachtrodelen. Avondrodelen. Weet ik hoe ze het noemen. Vorig jaar had ik een beetje last van mijn stem. Je ziet hier tenslotte natuurlijk een stuk hoger. En ja, het is toch wel feest. Klaar. Dus ik heb dit jaar echt rustig aangedaan. Gisteravond ben ik naar bed gegaan. Ik heb nog 0,0 alcoholische drankjes op. Dus ik heb mijn stem onder controle. Dat is voor mij even het belangrijkste nu. En dan vanavond dan drinken we even een borreltje.